Ik gaf net een hele toffe masterclass over de stem, je stemgebruik, de kracht van je stem aan een groep ondernemers. En ik dacht, ik ga hier even wat delen, wat ik daar ook gedeeld heb. Want hoe zorg je er nou voor dat je webinar afgekeken wordt? Hoe zorg je nou dat mensen naar je video's kijken die je zo stoer opneemt en op social media plaatst? Hoe zorg je er nou voor dat mensen naar je podcast blijven luisteren tot het eind? En hoe zorg je er nou voor als je een online training maakt en verkoopt, dat mensen hem ook gaan doen en naar je blijven kijken en luisteren? Nou, dat kan je met je stem bepalen. En daar mag wel wat meer aandacht voor, vind ik. Want we denken altijd dat het gaat om een goed verhaal. En ik was ook verbaasd hoor toen ik dat voor het eerst hoorde. Dat lichaamstaal weten we wel hoe belangrijk het is. Maar de stem, de klank van je stem, de vibe in je stem, de energietrilling in je stem, kunnen we waarnemen. Dus als je naar iemand luistert die een beetje nerveus is, kan je het horen. Soms heel duidelijk aan de stem. En we vinden vaak zachtere stemmen met een lichtere intensiteit, onzekerder klinken. Nou, dat doe ik even als ik bijvoorbeeld praat op deze manier. Het is vandaag een mooie dag en ik ben heel blij dat ik net een masterclass gegeven heb over de stem en hoe je met je stem kan inspireren en overtuigen en verbinden. Dit is een lichte intensiteit. Als ik het riedeltje wat ik net vertelde op die manier doe, dan vind je er iets van. Dat weet ik zeker. Als ik het op een stevige intensiteit doe, klinkt het meer als dit. Ik vind het heel leuk om je van alles te vertellen over de stem, want met je stem kan je overtuigen en zelfs verkopen en inspireren en verbinden en nog veel meer. En als je weet hoe je dat doet, kan je er gebruik van maken. Dan kan je ervoor zorgen dat mensen je webinar afluisteren, bijvoorbeeld. Nou, dit is de stevige intensiteit. En wat je wel hoorde, is dat dat steviger, harder klinkt. Mijn stembanden sluiten ook echt steviger. Dus dat is de reden dat hij stevig heet. De lichte intensiteit is een lichtere trilling. Je stembanden trillen wat op een lichtere manier. En het klinkt dus zachter. Nou vinden we vaak als iemand voor een groep staat, die lichtere, zachtere manier, dan denk je dat iemand onzeker is. Dat hoeft niet te zijn, maar we hebben er soort, we koppelen er een mening over aan, vast. Nou, lekkere zin. We hebben er een mening over. Een stevige intensiteit klinkt overtuigend, maar als dat te veel is, is het dominant. Dus dat is ook weer niet wat we willen. Die afwisseling, die zorgt dat het interessant is om naar te luisteren. Dus ik wil niet alleen maar overtuigen of teachen en vertellen wat ik aan jou weet. Ik wil ook dat je het voelt. En dat is weer die energietrilling waar ik het over had. Dus als ik hier relaxed zit en mijn bedoeling is om jou iets te leren, maar ook te inspireren, zodat je er echt ook wat van weet en ermee gaat doen, dan is het belangrijk dat ik die intensiteiten een beetje afwissel. Het is ook belangrijk dat ik het doe vanuit een bepaalde energievibe. Dus ik wil je inspireren. Dus ik geef mijn woorden een bepaalde energie mee. Dus als ik heel nerveus ben voor dit praatje, dan ga je dat horen. En dat is een moment waarop je afhaakt. Of dat ik je niet inspireer. Of als dit een sales call zou zijn, zou het een moment zijn dat je denkt: ik weet niet of ik wat met haar wil, maar dan voel je het antwoord. Meestal, het is nu niet het goede moment. Of ik denk er nog even over na. En met je stem, die 38% een rol speelt met hoe jij overkomt op anderen, kan je dat bepalen. En het lijkt me nu leuk om wat te oefenen met je. En wat ik wil oefenen is mijn favoriete zinnetje.
Het is vandaag een mooie dag. En die wil ik op verschillende manieren eventjes oefenen. En dan is het allerleukst als je dit hoort of ziet, dat je even meedoet. Want wat we daarmee doen is spelen met je stem. Jij mag ontdekken wat voor kanten je in je hebt, welke stemmen je in je hebt. En als je die stemmen gaat proberen, dan ga je ook bij sommige stemmen echt heel duidelijk anders voelen. He, want ik had het net over, ben je onzeker, dan zou je het kunnen horen. Maar als je je stem op een wat lievere manier laat klinken, kan het ook zijn dat je je anders gaat voelen. Dus dan werkt de stem eraan om van buiten naar binnen een ander gevoel te krijgen. Dus je mag eventjes lekker zitten, even voelen dat je landt, dat je een beetje ontspant op je stoel. Je ademt diep in en uit en doe je zo. En dan voel je dat je met je billen landt op de grond of op de stoel. Bij wijze van spreken, op de grond. Ik denk altijd, je landt met je billen op de grond. Nou nee, zo erg is het niet. We blijven op de stoel zitten. Maar als het ware zak je door de stoel op de grond. Een lekkere, grote kont op de grond. Oké. Het zinnetje. Het is vandaag een mooie dag, mag je zeggen, op een boze manier. Alsof je boos op iemand bent. Het is vandaag een mooie dag. Mijn stem klinkt veel luider. Hij klinkt stevig. Ik kijk er ook een beetje boos bij. Merk je het? Hoe klonk je stem? Klonk hij stevig? Klonk hij helder? Klonk hij licht? Klonk hij een beetje met lucht? Dan mag je hem nu zeggen op een hele relaxte, ontspannen manier. En dan kan je je voorstellen dat je vanavond op de bank zit en je hangt een beetje achteruit. En dan zeg je, het is vandaag een mooie dag. Lekker ontspannen en relaxed. Datzelfde kan ik doen door al mijn spieren aan te spannen en als het ware mijn stoelzitting vast te pakken en mezelf op die zitting te trekken. Zo doe ik dat. Dus dan heb ik hem zo vast en ik trek mezelf erop. Het is vandaag een mooie dag. Wow, dat klonk ineens een heel stuk luider. Bij jou ook? Nu ga ik het op een strenge manier zeggen. Het is vandaag een mooie dag. Er zit ook een beetje scherp erbij. Het is een beetje zoals een bitch. Merk je dat? En hoe klink jij als je tegen je huisdier praat? Of tegen je kind? Het is vandaag een mooie dag. Het is vandaag een mooie dag. Het is vandaag een mooie dag. Hey, ik klink een beetje licht en ik klink een beetje blij. Dat is spelen met je stem. Ontdekken hoe je kan klinken. En dat afwisselen, dat maakt het interessant om naar te luisteren. Ik ga nog even laten horen hoe ik klink als ik lief ben. Of als ik lief wil klinken. Wat ik dan doe, is echt op zoek gaan naar, in mijn hart, degene waar ik heel veel van hou. En wat ik daar ontzettend makkelijk van vind, is dat ik het toch, dat ik die liefde voel voor bijvoorbeeld mijn huisdier of mijn kind. De onvoorwaardelijke liefde. Bij je partner, dat kan natuurlijk ook. Of iemand uit je familie of een vriendin. Maar daar zit soms toch nog iets van een andere vibe bij. Dus probeer eens iemand te zoeken waar je onvoorwaardelijke liefde voor hebt. En dat is bij mij, als je mij volgt, dan zie je hem wel eens voorbij komen. Mijn hond Teun. En als ik denk aan Teun, hoe grappig hij is en hoe hij onvoorwaardelijk van mij houdt en door mij geknuffeld wil worden. Maakt niet uit hoe ik eruit zie, hoe ik ben, welke bui ik heb. Onvoorwaardelijk. Als ik dat voel, dan krijg ik vanzelf een andere klank in mijn stem en een glimlach. En dan klinkt het, het is vandaag een mooie dag. Vol liefde. Fijne energie. En ga maar eens horen hoe je dan klinkt. En dus stel nou dat jij iets aan het vertellen bent op video en je wil heel graag dat anderen voelen wat jij over wil brengen. Dus bijvoorbeeld jouw inspiratie. Hè, hetgene wat jij wil dat de ander van jou voelt. Of misschien zelfs van jou koopt. Dan mag je dat gevoel overbrengen. Ik heb het allerleukste voor jou.
En dat zit een beetje verpakt in mijn liefde. Want ik heb liefde voor wat ik doe, voor wat ik overbreng, voor de stem. Hoe de stem de poort is van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Hoe als je nerveus bent en al je spiertjes aanspannen, ook je stem anders klinkt. Hoe de emotie ervoor zorgt dat er een brok in je keel kan komen. Hoe je kan zorgen dat je je stem ontspant, bijvoorbeeld door te gapen. Maar ook door toe te staan dat je de waarheid spreekt voor jou. Dat je durft te zeggen nee, als dat is wat je wil. Of een voorzichtige nee, liever niet. In plaats van altijd ja zeggen. Dat je je emotie durft te voelen. Dat je iets vertelt waar je een beetje verdrietig over bent. En dat je dat voelt hier. Dat is eigenlijk heel normaal. Dus dat willen we heel graag weg hebben. Want we willen vaak niet dat iemand anders dat ontdekt. Maar laat het eens toe. Laat het nou gebeuren dat je emotie voelt en zegt dan, hé, ik voel dat er hier wat gebeurt. Vind ik dit verdrietig. Of ik vind dit wel een beetje moeilijk om te zeggen. Want ik merk dat er bij mijn stem een soort, ja, een beetje slijm komt. Of een kriebeltje, of een propje, of mijn stem verandert. En soms horen anderen het niet, maar dat is wat jij voelt. En als je dat gewoon laat komen en uit, ja, dan wordt het ook allemaal makkelijker en leuker. Nou, ik ben heel benieuwd hoe je dit gevonden hebt om mee te doen met mij. En wat het voor jou is om te weten dat hier ook van alles vast kan zitten wat jou blokkeert. Als je er meer van wil weten of als je er vrijer in wil worden, ja, dan ga ik ervan uit dat je mij weet te vinden. Want dan kan ik met je werken om te zorgen dat je stem vrij kan klinken vanuit je kern zoals je bent. Tot de volgende keer.